Lieve kijkers, het is weer tijd voor Coolbox. Ik ben Nick. En ik ben Tim. En het is vandaag 1 januari en dat betekent... Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Ja, we gaan vandaag weer één van onze kijkers verrassen. Ja, en het belooft heel koud dagje te worden. Heb je er een beetje zin in? Absoluut niet! Oh, dat dacht ik al. Want vanaf nu gaan we bij Coolbox altijd iemand wakker maken in de aflevering. Ja, en daarom zijn we vandaag in Molenhoek. In Molenhoek woont Bo. Bo is 18 jaar, werkt in een kledingwinkel en heeft zich dit jaar voorgenomen om mee te gaan doen aan de nieuwjaarsduik. Ja, echt een topper, maar dan kan je er natuurlijk niet onvoorbereid aan beginnen. Dus wat gaan we vandaag doen, Tim? We gaan Bo even goed voorbereiden op de nieuwjaarsduik. Ja, maar niet voordat we haar dus gaan wakker maken. Dus Tim, aan de slag, denk ik. Gaan we even iets anders gaan doen. Ja, doe. Ja, we hebben even een ander pakje aangetrokken. Tim, hoe gaan we Bo verrassen? Ja, het idee is dat we dit moeten gaan oppompen. En dan mag Bo laten zien dat ze een nieuwjaarsduik durft te nemen. Ja. Heb jij een pomp? Die had jij toch? Ja. Dan moeten we die even ergens gaan zoeken, denk ik. Oké. Okay. Dank. Is het heel gek als we gewoon ergens gaan bellen? Nee, we hebben weinig keus. Doe jij het woord? Ja, iedereen vindt je altijd aardiger dan. Ik ben straatverkoper geweest, hè. Dit wordt Tim's sales pitch. Let op. Shit, ze hebben een nee, we verkopen niet aan de deur stikken. 3, 2, 1. Een hele goede morgen. Hey. Fijn dat ik u even mag storen vandaag. Wij zijn van Coke TV. En we willen haar verrassen, maar we hebben een badje hiervoor nodig. Maar we hebben geen pomp. Ja, we zijn op zoek naar... Maar wij zoeken een pomp. Pomp. Pomp? Een pomp. Een pomp. Pomp. Geen. Heeft u misschien... Nee? Nee? Heeft uw vriend een pomp? Ja, weet ik niet. Kunnen wij even staan? Hey. Hoe staan we hier? Hij ging je nou helpen of? Ja, geen idee. Waarom heeft niemand in Molenhoek een pomp? Misschien verkeerde tijd van het jaar. Ja, we zoeken een pomp, mevrouw. Ja, het zwembad. Ja, het is best wel een grote gat zit erin. Ja? Bo, wat is hierachter? We kwamen haar moeder net tegen en zij heeft een pomp voor ons geregeld voor dit zwembad. Ja, nou dan mag Bo erin springen om te laten zien dat ze aan de nieuwjaarsduik mee durft te doen. En dan mag ze met ons mee. Ja. Ook lastig. Hey. Heb je nou ook een goed idee hoe we een vriend of vriendin van jou wakker kunnen maken volgende keer? Met een bijzondere verrassing. Laat dan even wat achter in de comments. Wat een grimmig badje. Misschien moeten we even wachten. Laten we nog een wakker maken. Kijk, die langs. Oh, die langs. De moeder en de zusje, die zitten in het complot, hè. Zo spannend. Hey! Hey! Goedemorgen, slaap je nog? Nee, ik ben wakker. Luister, dit is Tim, ik ben Nick van Coolbox Code TV. Hey Bo, wij hebben een hele leuke verrassing voor jou. Ja, wij hebben namelijk gehoord dat jij het goede voornemen hebt om een nieuwjaarsduik te nemen. Klopt. Ja. Wow. Kom verder. Kijk eens wat we voor jou hebben. Dit is een heerlijk verwarmd stoombad. Voordat je met ons mee mag, moet je jezelf nog wel even bewijzen. En jezelf op de een of andere manier in dit bad onderdompelen. Durf je het aan? Ja. In 3, 2, 1, go! Yeah! Goed gedaan. Heel erg goed, super. Lekker. Top. Weer klaar voor een topdag. Ga je weer lekker douchen, kleedje om. Maar wat ze natuurlijk niet weten, is dat we eigenlijk nog veel kouder bad gaan. We gaan namelijk naar Bart de Iceman. Die is gespecialiseerd in ijswatertrainingen, zoals dat heet. Moet jij ook nog even... 0%. Nee, ik ook niet. Goed, we zijn inmiddels aangekomen hier in Amsterdam, omringd door water. Bo is met ons mee en we zijn hier met Bart. Nou, jullie hadden mij gebeld om Bo voor te bereiden op de nieuwjaarsduik. En dat doen we door jou vandaag een ijsbad te laten nemen. En ik ga jou helemaal voorbereiden dat jij heel relaxed dat ijsbad in gaat. Dus we gaan eerst ademen. En daardoor word je lekker rustig in je lichaam, in je hoofd. En dan kun je heel rustig straks dat ijsbad in. Wat vind je daarvan, Bo? Mixed feelings, maar heel gaaf, denk ik. Ja? Nou, top. Laten we naar de slag gaan, denk ik. Alright. Yes? Volgens mij. We zijn op een andere locatie. What's the plan? Het onderdeel van ademen is eigenlijk dat je contact maakt met je lichaam.
En daar je hartslag gaat wat omlaag en je wordt eigenlijk heel erg rustig. Het is meer dat je in een wat lagere bewustzijnstoestand komt en makkelijker je overgeeft aan het ijsbad. Hier zitten echt ijsklontjes in zometeen? Hier zitten zometeen ijsklontjes. Iedereen kan het. Het jongste kind wat erin is geweest is 8 jaar. Bejaarden, boven de 80, zijn er ook in geweest. Hoe gaan we daarin zometeen? Kijk, als je van tevoren zegt ik ga er niet in, dan krijg ik je er ook niet in. Dus als jij van tevoren zegt ik ga erin, dan krijg ik iedereen erin. Ga je erin? Ik ga erin, absoluut. Tim, ga jij erin? Ik ga erin. Oké. Hé jongens, hebben we dat in ieder geval op één lijn? Oké. Zijn jullie er klaar voor? Ja. En denk erom, vooral heel diep ademen. Dus alles is mindset, alles is intentie. Belly. Just let go. Belly. Just let go. Er is niks dan adem. En je ademt door, dieper en dieper in het onderbewuste. Het gaat vanzelf. Het enige wat je hoeft te doen is niets doen. 3. Kom op, niet doorademen. 2. Don't hold back. 1. Alles in. Let go. Stop met ademen. Ben je er klaar voor, Bo? Ja. Kun je staan, denk je? Ga je het doen? Ja. Geef me je hand. Stop er maar in. Ga maar zitten. Top. 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 Daar is de wind. Daar voel je het. Ja? Mooi. En zat maar. Mooi. Mooi. En nou heb je weer die fight flight en nee, ontspan maar, ontspan maar. Dit kun je. Ontspan maar, laat maar los. Heb je hem? Yes. Yes. Wanneer mocht je eruit? Als je er niet meer uit hoefde. Je mag eruit komen. Yes? Yes. Oh. Ah, lekker, goed man. Rustig, doe maar rustig. Rustig. Maak hem rustiger. Nick, don't fight man. Just relax and let go. Je hebt gewoon een hele sterke fight, zag je dat? Ja, is er nog. My god. Oh my god. Ik vind nog even om af te toppen, even schoudertjes onder en dan kun je eruit. Ik ga eruit. Nee, supergoed dit al. Woe! Goed gedaan, jongen. Top, top dat je gebleven bent. Ga je het doen? Gewoon loslaten. Het is niet zo moeilijk. Ga het maar gewoon doen. Kom op, Timmy boy. Kom aan! En focus. Easy, easy. Rustig. Laat het los. Niet vechten. En spannen. Hier is de warmte. Kom maar. Ja, en laat jezelf maar zakken. En laat die maar even ontspannen. En dan ga je nog een laatste stapje komen. Voel je daar. Je mag eruit, vriend. Yes! Lekker! Yes! Lekker! Kom. Gedaan! Ja, top! Jongens, wat goed! Goed! Nou, Tim, dat was koud, denk ik. Bo, wat vond je ervan? Ik vond het heel vet. Het was wel eventjes het moment dat ik erin ging. Die klap was even schrikken, maar het ging echt heel goed. Ja, hè? Het ging echt goed. Ja, ze was veruit het rustigste van iedereen eigenlijk. Ja. Ik vond dat je het heel goed gedaan had, Bo. Je ging echt als een soort ijskoningin. Het komt helemaal goed met jouw nieuwjaarsduik. Zo, nou, inmiddels zijn wij weer lekker warm en droog. Jongens, wat was het een vette dag. Absoluut. Hopelijk vonden jullie het ook een vette video. Zo ja, abonneer je dan meteen even op het CoopTV-kanaal. En zet je notificaties aan. Want dan weet je zeker dat je niks meer mist. Nee, inderdaad. Doen. En heb jij nou ook een vriend of een vriendin, of jijzelf misschien wel, die een droom of een wens of een angst of wat dan ook heeft waar wij jou uit je bed voor kunnen trekken? Laat dan even een berichtje achter in de comments. Ja, wie weet trekken we jou dan wel uit bed de volgende keer. Of een vriend of vriendin. Dit was hem. Later. Cheers. Cheers.